bepaald super lekker weer vandaag. Een klein beetje regen is ook niemand niet gestorven. En het is nog warm. Het is nog warm, precies. Het mag hier altijd fucking regenen en zo. Dus. Wat rustig, zo weken pakken toen je van China daar op deze wereld. En momenteel zijn we uitgestapt bij Franklin Street. Dus nu is even een kleine wandeltocht naar Chinatown. En zoals je ziet is deze gebouw waar geen ruiten in zitten. Echt totaal niks. Het is allemaal zo chemische shit dat daar ook goed maakt, dus we niet gekregen. Ik ga er meer over opzoeken en waarschijnlijk wel hier eens in beeld zullen we tekst passeren wat het juist is. Dus na wat zoekwerk zijn we dan uiteindelijk in Chinatown geraakt. De Was Wing Sang Funeral Corporation. Maar dat kwam er echt bijna niet uit. Smilberry Street hier. Dus ja, als je ziet, Chinatown. Zelfs gaan we ook even naar Little Italy, dat ligt eigenlijk vlak boven Chinatown. Dus een keer zie je nou wat er allemaal te winnen is. Als je in Chinatown bent, zie je zeker de Grand School. Echt wel super lekker. En momenteel zijn we aangekomen in Little Italy. En echt super ambetante winkel hier, omdat je constant eigenlijk wel lastig gevallen en zo van spullen te kopen. Ik snap dat als je broodwinningen en zo, ik snap dat. Zoals hier. Ja. Dus ja, vandaar. Ik snap wel eens die broodwinningen en zo, maar het is allemaal één groot fake doen, snap je? Dus, nou, niet doen. Nellings. Bye. Stevig vandaag. Wat potjes en pannetjes. We zagen deze staan opeens, dus ik ben het me wel zoiets gaan nemen. Het ziet er wel vet uit, om een keer te eten uit zo'n cone, zeg maar. Ik weet niet dat iedereen zat, heb ik er zoiets aan gebeuren. Dat is een soort van visserij dat daar hier iets van 9 dollar of zo. Ah ja, en dat is het meeste koffertje, die daar kanst du gewoon rijden. Dat is zo goed. Als je niet te plukken, dan weet je het niet. Stimmt, dat heb je schon mal. Ja. Ja. We zitten wel aan Canal Street. We moeten naar de World Trade Center. Dus waar is daar? Dat je hier ziet. Deze moeten we hebben.
binnen een paar minuutjes. Dus ja. Onderweg naar World Trade Center. Maar de subways zijn een beetje bizar eigenlijk om zo te zeggen. Omdat je nooit echt weet naar waar ik eerder ga. Maar we zien wel. Dus voor de laatste avond in Fadai zijn we plan eigenlijk een beetje rond te stappen nog. Een beetje langs de hier of zo, langs de kant van de fonteinen daar. Langs, wat doet dat weer al? Langs de kant van het vaartje rond te stappen. En ja, dan ook gewoon zien wat we kunnen doen hier in de buurt. En, ja. Want we hebben een ganse zee eigenlijk een portier gezien. We hebben eigenlijk een linkerkant gezien van Financial District, maar de rechterkant nog niet. En daar zijn wij momenteel naar op toe. Voorbij de Staten Island, die is. En daar gaan we kijken wat er allemaal te zien en te winnen is. Doordat ik eigenlijk, ik weet niet hoeveel naar Jeremy Barr heb gekeken, ben ik hierop uitgekomen. Mijn vriendin weet dus totaal niet wat dat is. Het eerste wat je gaat mogen weten is dat dat extreem schoon is. Dus we gaan even tot wat boven. Dit is hierop wandeld. Ik kom eigenlijk uit op een padje. En je ziet hier een mooi uitzicht. Oké, zie was er gewoon niet. Het pareltje hier komt deze soort van gaspanel waar mensen kunnen gaan zitten voor te eten. Het drinken en ontbijten. Zo een stukje van de het mooie eigenlijk die aan de York zit maar dat je eigenlijk op de kunt kijken en hier heb je dus kom op buiten, smoke is goed. En daar zit je dan de Brooklyn Bridge en de Brooklyn Bridge overdag. Dus we willen het nog een keer zetten. Ik weet dat er niet veel mensen een reis naar Amerika kunnen betalen. Misschien daarmee dat we het nu zo samen steken, dan ga ik het dus, als ik kijk naar deze view, is toch gewoon niet pas dat ik er aan de kant kan kijken. Dus moest je geld hebben, zeker was deze reis. We hebben hier nu een paar dagen gezeten en dan ga ik alles echt wel doen. Dus ik zie jullie in New York. Wat ik dus veel niet weet aan de pier zelf, heb je een soort van bookstore waar je eigenlijk allemaal verschillende dingen kunnen vinden. Ik heb deze boek voor mij gekocht, Transfer de Techniek van Rakim. Hij is hier wel deze week naar het optreden zijn geweest. Dus ik ben een keer benieuwd eigenlijk voor dat boekje eigenlijk te lezen en dergelijke. Maar ik vind hier van alles, van poetry tot literatuur. Ik vind eigenlijk een beetje van alles, van science fiction tot Amerikaanse literature. Literatuur, Amerikaanse literatuur. Mythology, alles, zo te zeggen. En dat is die bookstore waar we het over hadden. Zo ballen hier om zo te zeggen. Dus eigenlijk daar heb je eigenlijk Pier 16. En dit is de bookstore die ik zelf had.